We zijn Purmerend, thuiswedstrijd. Ja. Ja. Vroeger heette het Purmerend en omstreken of zo. In ieder geval heet nu een modelbaar club Waterland. Ze doen auto's, boten, treinen, modeltreinen. En vandaag is de voorrondes voor de wedstrijden. Morgen gaan ze racen. Maar we gaan even naar de voorrondes kijken. En ik zie een heleboel auto's staan, dus de opkomst is groot. Ik denk dat het druk is vandaag, ja. Het is koud, dat zie je niet op de camera. Nou, het ligt sneeuw, dat zie je op de camera. Het is wel echt, het is een hele nare oudste wind of zo. Ja, het staat wel een hele koude week. Ik ga straks nog zelf even goed inpakken. Ja. Aan, er ligt vol sneeuw. Ja. Sneeuwreis. Jingle bell, jingle bell, jingle bell race. Onafgebroken gereden. Lijkt wel leuk rijden in de sneeuw. Ja. Dat is een dimensie extra. Maar ik zag daar ook net eentje door, dus echt water ligt daar ook. Ja, er is ook gesmolten sneeuw daar, dus achter een van die schansjes. En daar zag je het water echt omhoog vliegen net. Ja. Maar goed, ze kunnen er tegen toch, die dingen. Ze zijn toch redelijk waterdicht, die ontvangers en zo. Ja, die zijn wel waterdicht. Ja, als je hier staat is de wind weg voor een groot deel. Je staat echt lekker een stukje tussen het hogere gebouwen. Prima te doen. Ja, die zit het ding echt helemaal dwars driften met allemaal sneeuw wat hij omhoog gooit, ijstroep. Ik heb wel lekker schone bandjes als hier rijdt, geloof ik. Ja. Een grote droogloop borstelbaan. Zo is het. Met zo'n baan nog echt aan elkaar gelijmd, al die stukken, denk ik wel hè. Oh, dat zijn natuurlijk allemaal stroken van, weet ik, anderhalve meter. Wordt het allemaal aan elkaar gelijmd, die stroken? Ik weet niet of het lijm is. Van buiten is lijm niet zo handig, of het moet echt van de weerbestendige lijm zijn. Ja, oké. Okay. Want ze gaan er hard overheen. Ja. Op z'n kop, helemaal in die hoek. Ja, maar ze gaan er hard overheen, het blijft gewoon op zijn plek. Ik zit te kijken nog, maar ik heb niet idee dat het snel stuk gaat. Heb je dat voorbereiden voor morgen nou allemaal? Meer voorbereid dat we überhaupt kunnen rijden. Oh, dat klinkt ernstig, want? Dat we eigenlijk thuis moeten doen, dat het nog lekker warm is. Het is hier heerlijk, als je van buiten komt, is lekker. Wat was er gebroken deze, die draagarm? Draagarm, ja. Dan moet je wel hard rijden. Okay. Maar het is ook koud nu, dus plastic is ook veel harder. Dat is waar, ja. Ja, het buigt even minder, het breekt even sneller. Dat gaat moeilijk worden. Waarom rijden jullie niet met metaal? Is dit toch beter op termijn? Waarom rijden jullie niet met metaal, zullen we zeggen, met aluminium? Dat is er niet. Dat is er niet. Nee, alleen... Dat gaat allemaal stukje. Het breekt ook echt letterlijk af. Ja. Maar voor mij bestaat dat ook niet. Aluminium flex niet, hè? Ja, oké. Okay. Ja, nou, goed. Vraag het even zo. Dit soort dingen ook veel te zwaar. Dit soort dingen hebben we wel, aluminium. Ja, ja. Dan kun je plastic krijgen of aluminium. Ja. Dus ook draag aan niet. Nee. Dus vierwiel aandrijving. Ja. Ja. De dipjes, de olie. Er zitten drie dipjes in. Die hebben we dunner gemaakt omdat de baan veel gladder is voor sneeuw en kou. Ja. En op het moment dat je weer een droge baan hebt, kunstgras, hoog grip, dan maak je die dipjes weer veel dikker qua olie. Ja, ja. Dus zit nou die 100.000 in? Of 200.000 nee. Thuis? Nee, veel lager. 10.000. Ja. Dus dat is dunner? Ja, oké. Okay. Ja. Hoe gladder de baan of hoe natter, hoe dunner je gaat, zeg maar. Ja, ja, dan spint er een wiel makkelijker door. Ja. Wat voor schaal zijn deze? 1 op 10, 1 op 8? 1 op 8. Oké.
Okay. Dit zijn de truggies. En hierboven staat de buggy, dus ook 1 op 8. Ja. Maar die heeft deze grotere wielbasis. Dus, maar dat is ook alleen 8 wielbedrijving? Nee, ook 4. Ook 4 wielen? Ja, het is eigenlijk eenzelfde soort auto, alleen die zijn de draagarmen breder. Breder, ja. De truggy is een samenvatting van buggy en truck. Ja, weet Jan beter, denk ik. Truggy is een kruising tussen een buggy en een monster truck. Oh, oké. Okay. Waarom die dus groter is. Ja, en dus het is eigenlijk gewoon een buggy met monster truck wielen. Vandaar. En dan een relatief klein kapje erop of zo, of dat hoeft niet eens. Nee, oh ja, vroeger hadden ze echt van die truckkappen van monster trucks. Ja, oké. Okay. Nou, dat is jouw kap. Ja. Ja, die vind ik klein voor de auto, toch? Ja, ja, dat bedoel ik. Ja, oké. Okay. Ja. Maar dat heeft ook met prestatie te maken. Als er een grotere kap overheen zit, dan vangt veel meer wind. Ja. En dan beïnvloedt je auto in de lucht en tijdens het rijden veel meer. Dus je maakt de kap zo klein mogelijk. Ja, je beschermt natuurlijk je elektronica. Ja. Net als het in ieder geval niet in de volle regen ja. of buitenlucht zit. Oké. Okay. En morgen zijn er wedstrijden. Wat zijn dat voor wedstrijden nou? Morgen is de race. Morgen is... Drie keer kwalificeren, dus 3 keer 5 minuten. Ja. En dan vervolgens even lekker pauze, met z'n allen lekker bakje soep eten en chocomel en handjes warmen. En daarna starten de finales. En die start je bij, net als de Formule 1 grid, dus gewoon startopstelling op de baan. Ja. Ja. En dan, afhankelijk van wie het snelste was in de voorrondes, ja, sta je vooraan. Ja, en dan is de eerste team van de kwalificatie staan in de A-finale, de tweede team tot en met 20 staat in de B-finale, et cetera. En, en dan worden de finales gereden. Die finales duren wat langer, die duren 10 minuten. En dan wie er dan finisht. En dat is 3 keer zo'n finale. En dan is de... 2 beste resultaten daarvan. Die tellen voor de einduitslag van de dag voor die finale. Ja, okidoki. En dan heb je dus straks een winnaar van de A-finale, de B-finale, de C-finale. Ja. Noem maar op. Er zijn een hoop auto's. Je loopt langs een enorme stroom auto's buiten. Dus hoeveel mensen zijn er hier vandaag en morgen? En hoeveel karretjes rijden dan? Nou, er zijn 53 deelnemers. Oh, dat is groot. Dat is redelijk, ja. Oh. En zeker voor de wintermaanden. En zeker voordat we eigenlijk niet heel veel rijders uit het zuiden van het land hebben momenteel. Oké, okay, dus gewoon vanwege het weer? Ja, die zijn denk ik ingesneeuwd. Ja. Ja. Dan zit je in je kar voor je auto en dan sleur je zelf gewoon. Nee, die komen niet zo graag in het westen van het land, hè? Dat is zo? Nee. Ja, nee. hoe zit dat? Is dat zo ontstaan? Nee hoor. Omdat ze nooit winnen en zo. En dan rijden ze dus 400 kilometer. Dat is winnen nooit. Ja, dus als ze Brabanders kijken, proef die opposite. Vandaag zijn jullie er niet. Nee, en... Ja, het zat voordrinken voor de carnaval. Ja. Nee, ja, kijk, het is een eindrijder voor hun. En in de kou, en ja, ik snap het wel. Om die reden reizen wij ook niet echt altijd af en uit naar hun. Dan rijden we liever door naar Frankrijk, waar het lekker warm is. Hij zit er weer op. En feitelijk, als je een nieuw draagarm plaatst, dan is hij ook weer goed afgesteld. Of moet je nou weer opnieuw gaan? Ja, de punten die je afgesteld hebt, die blijven hetzelfde. Die blijven hetzelfde, ja. Dit is gewoon een absoluut vaste maat. Dus een nieuwe erop. Dan gaan we nu weer aan. Je vliegt op, het is 2 cells, 2 keer, dus 4 in totaal. Een serie. Ja. Hoeveel in per is dit? 10.000. 10.000 in totaal? Ja. Die 5.000, zo hoog power, dat is een blokkie. Oké. Okay. Ja, 4S eigenlijk. Ja, goed, maar je hebt natuurlijk, je kan het een aantal vermogen opgeven. Hier zit een 2200 kV motor op. Oké, dat was de vorige? Ja. Die is ook wel grondig door me in tweeën geslagen. Ja, het is gewoon classic. Het is nu veel harder door de kou. En dan, Hier zit een soort fiber in, een soort, bewapening. Dat plastic. Het zie je als het breekt, het is een hele grove... Ja, het is grof inderdaad. Ja. Om het ook weer een soort van licht te houden. Ja, daar heb je wel kunststof van hoor. Ja, in de zomer heb je dit minder. Ja. En hij kan niet zo goed rijden. Hij kan niet zo goed rijden. Nee. Nee, ik doe het alleen maar voor de fun. Ja. En dan andermans auto stuk rijden. Dat is mijn specialiteit. Ja. Ja. Hij doet het! Ja, mag ik zo met die van jou rijden? Ja, mag hem stuk rijden. Ik zou zeggen, ga je gang. Doet hij anders nooit, maar nu er de camera op staat.
Kunnen jullie het wel filmen voordat ik het in kan dienen? Ja. Dat ik bewijs heb. Ja, dat is, als dat, dit staat er al op bewijs. Dan kan ik het allemaal declareren bij ja, hem. Ja, gewoon doen. Ze gaan rijden. Gaan we even mee? Gaan even het veld op. Hebben jullie een standaard zender die jullie gebruiken? Of nee, is het van stok of nee, gewoon wat je wil? Ja, een losse zender die je erbij koopt, een wedstrijdzender zeg maar. Maar je kiest zelf wat je wil? Ja, je kan zelf, ja. Oké, okay, maar die twee, die andere nou, ze zijn feitelijk zoveel mogelijk zoals je ze zelf wil hebben, de auto. Ja, ja. Het is, gaat, en, ja, is helemaal je eigen voorkeur, ja. Alleen de maat, de schaal 1 op ja, 8, ja. Dat standaard en verder, ja. Wat je wil. Ja, iedereen bouwt en maakt een setup naar eigen gevoel. Ja, en, dat is ook leuk. Ja. Ja. Nou, let's go. Ja, je moet er boven natuurlijk. Ja, ik jank wel, ik wil janken. Je hebt wel een kek uitzicht hierboven hoor. Ja. Dat is leuk rijden. Heel gaaf. Ben je tevreden? Ja. We rijden niet zo vaak, hè? Dus dan is het altijd al gauw goed. Oh, serieus? Jullie rijden niet zo vaak? Nee. Ik rij eigenlijk alleen maar wedstrijdjes. Oké. Okay. Niet gewoon op zondagmiddag voor de lol? Nee, nee. Dat, wel voorheen, maar na de kinderen heb... Is dat wat minder geworden? Is dat voorbij, ja. Dit hoor ik overal, hoor. Of het nou over bootjes gaat of wat dan ook. Ja, dat zodra je kinderen hebt dat je leven voorbij is. Ja. Dat zien ze ook. Nee, dat zien ze niet. Die zitten alleen te gamen. Dus ja. Je kan gewoon zeggen wat je wil. Nee, die komt morgen mee. Hij is 2,5 hoor. Dus die, oh, dat die, gaat... die komt morgen mee en dan ja. Kan hij een beetje proeven. En over 4 jaar gaat hij gewoon lekker meerijden. Had je het idee? Hij rijdt nu al met zo'n heel klein tractorautootje in de woonkamer. Oké. Okay. Dat is het begin, zijn handjes zijn te klein voor zo'n zendertje, dus hij kan alleen maar of gas geven of sturen. Oh ja, dat is dus dan geeft hij gas en dan stopt hij en dan stuurt hij een stukje. Oh ja. En dan geeft hij weer gas. Ja, opgelost toch? Ja. Maar je leert wel de sturen natuurlijk. Als jij springt in die kar en hij dreigt over zijn neus te gaan, dan kun je gewoon door gas te geven door hem achterover. Ja, en als hij achterover, ja. Dan draai je gas dicht. Ik zie dat hij als het ware op zijn momentum van de hele aandrijflijn, de banden eigenlijk, en je hem vlak kan leggen. Ja. Wauw. Kruid voor elkaar. Oeh. Ja, ik zie het jou ook doen. Als je net met je wielen dwars, dan kan je... Je kan ook naar de lucht sturen. Ja, je kan hem echt over links en rechts laten kantelen. En ook voor en achterover. Wow. Wat weegt dat ding zo compleet? 3700 gram. Met accu's. Oh, valt niet mee. Buggy ongeveer 3600 gram. Ja, je hebt altijd heel onsupportieve rijders bij, hoor. Ja, hij staat er. Hij gaat in de bovenop. Kunnen ze het niet winnen? Maar... Ja, douw ze hem om. Oh, je kan rijden? Ja hoor. Wil je even rijden? Ik wil even rijden. Hij staat daar. Oh, ik zit naar de verkeerde te kijken. Ga ik je wel ondertussen interviewen? Ja, dit is lekker. Waar staat hij? Hij staat hier voor. Ja. We gaan winnen hoor. Ja, dat maakt niet uit. Leuning op de brand. Ja. Wacht, ik moet even terug. Moet ik even zo'n blauw elletje boven op het dak plakken? Nee, de serieus. Ja, hij ligt rijden. Hier. Oh, Marwin, geef hem een setje. Even een. Waar is er een?
niet bereden worden, eraf geduwd worden. Even kijken of ik kan redden voor je, dan hoeven we niet te lopen. Krijgt voor elkaar. Ja, ja, nou, oké. Okay. Hij is er meteen af. Zal het niet meer doen? Ja, het einde. Oh. Hier, ik was in het bos. Ik rij over je heen hoor. Ja, dat daar gewoon in de gaten. Oh, andere kant op. Tikkie. Achter je, kom op. Achter je. We hebben de pilon. Daar is de baan. Links. Ja, ga maar. Ja, dan verwacht je natuurlijk geen auto. Hup, eraf. Hup, ja, dat was zonde. Hij was echt een hele tijd tegen die pion aan het rijden zo. Sophie bevruchten wilde. En die vlucht van mij, die was helemaal spectaculair. Helemaal slow motion, bommen. En toen lag hij. Moet er even over doen dan. Ik kan het niet meer. Ja, die moet ik even straks doen, dat is echt leuk. Dus jullie rijden nooit, alleen als er een wedstrijd is, gaan jullie rijden? Ja, op de zaterdag ervoor. De zaterdag ervoor. Een soort trainingsdag, ja. Auto afstellen, ja. Baan verkennen. Dus als er wat leuks is, dan gaan jullie gewoon heen? Ja. Ja, Utrecht heb je ook nog, dat is voor mij een kwartiertje. Ja, dat is zo. Maar dit ook toch? Ja, Zoetermeer heb je nog een baan, Helmond, Hengelo, Purmerend. Ja. Hallo? Wat is dit? Commando centrum. Dit is commando centrum. De kraaitoren. Inderdaad, wat hier gebeurt, er ligt in de baan een lus. En alle auto's hebben een transponder. Als ze over de lus gaan, worden ze geregistreerd. Ja. En we hebben hier een telcomputer staan. Ja. Die wordt aangesloten in het netwerk en die kijkt dus eigenlijk mee wat er gebeurt. Hier maken we morgen ook de heatindeling op, dus welke rijder zit in welke heat. Aan de hand van ja. Voorrondes. Ja, precies. En er zit een heel tijdschema in. Gaat hij automatisch de heat starten op tijd. Ja. Okay. En dat wordt allemaal geregistreerd. Wordt ook automatisch gepubliceerd op internet. Iedereen kan op de app kan ook meekijken. Ja, ik zag op de site ook staan. Dat kan wel real-time of zo. Real-time, de heat die loopt, kan je volgen via de MyRCM app. Ja. En ik ga straks een cameraatje ophangen. En dan gaan we ook een YouTube stream opzetten. Dan kunnen mensen van thuis meekijken. Leuk. Die connect ook weer met het telsysteem. Dus daar zien ze ook de tijden meelopen. Ja. En op in de kantine en onder de rijderstelling hangt zo meteen ook een scherm. Dan kunnen de mensen ook de lopende heat kunnen ze volgen. Oh, daar hangt de tv in de kantine, zag ik. Ja. Daar wordt die ook op. Dat connect ook hier allemaal mee. Ja. Wow. En zo meteen zit hier iemand met een microfoon, zodat hij de namen op kan noemen wie er aan de start moet komen. En die noemt de naam ook op wie de baan is het moeten doen. Ja. In principe weten de rijders dat zelf, want het gaat om tijd. Maar het wordt toch nog een keer. Ja, soms is iemand lui. Met name baan is het niet altijd even leuk. Dus er wordt even het naampje omgeroepen van naar je plek. En als je echt niet op tijd komt, dan krijg je straf. Je staat gelijk al achterop 1-0. Ja, wow. Nou ja, dan kunnen we. Je krijgt een waarschuwing. En als je dan nog niet op komt dagen, kunnen we zeggen van het kost je een ronde. Ja. Bijvoorbeeld. Dus mensen moeten wel op tijd zijn. Ja, ook de autootjes moeten omgedraaid worden, want ze staan ook wel eens vast. Ja. Zometeen tijdens een wedstrijd mogen ze ook niet achteruit rijden. Okay. Dus als jij vast staat, moet je wachten tot de baan is zet om terugzet. Wow. Voordat je verder mag rijden. Want als de een wel een achteruit gebruikt en de ander niet, dat is niet eerlijk. Dus tijdens de wedstrijden mag je achteruit niet gebruiken. Nu zijn we aan het trainen, dan zie je dat ze het wel gebruiken. Ja. Dus zo werkt dat een beetje. Ja, je maakt natuurlijk wel het gelijke, dat is waar. Ja. En er komt ook niet een autootje achteruit de baan erop steken. Ook dat inderdaad, als er iemand aankomt rijden, dan komt er ineens achteruit. Twee echt op pakkie en jij denkt ook steek even weg, hallo. Ja, dan rijd je tegen een ander. Ja, dan ben je het is wat minder vrijblijvend. Als je denkt, dan kan even terug, dan ga je even rauwer rijden. Ja. En als je echt afhankelijk bent van iemand die een karretje terugzet, dan kost je daar ook drie keer over na voordat je trap nog even die hoek in. Het kost gewoon tijd. Ja. Je wil gewoon niet op je dak gaan, want ik zeg altijd één keer op je dak in een hit kost je gewoon een halve ronde. Die ligt dus nu te wachten.
Ja, nu staan er geen banen. Nee, maar als er een wedstrijd is, dus, dan, ja, dat is pijnlijk. Dan sta je hier met je zendertje. Ik kijk zelfs naar waar de langzame baninzetters zijn. Okay. Soms heb je iemand die wat ouder is, die is niet zo snel. Oh, ja. En dan hou ik er wel eens rekening mee dat als ik daar op mijn dak ga, ja, dan, even, dubbel, dan kost het twee keer zoveel tijd. Ja. Dus dan ben ik daar gewoon wat voorzichtiger. Ja. Nou ja, dat geldt voor iedereen, dus dat is hartstikke eerlijk. Ja, dus ja, zo werkt het. En met, ja, met de morgenochtend gaan we kwalificaties rijden. Dan rijdt iedereen 5 minuten. Ja. Hier, twee beste heats worden bij elkaar geteld. En dan krijg je een ranglijst. En dan, ja, volgende team. En daarna wordt het ingedeeld in finales. A tot en met D krijgen we, denk ik. Dus de langzaamste rijder zit in D. Dan, ja, krijg je C, E, F, B en A. Ja. En ja, dan gaat het om wie de meeste rondjes rijdt. Truckie-klasse. Ja, en we hebben nog een truckie-klasse. Ja. De kwalificatie is 5 minuten en finale is 10 minuten. Ja, ik begrijp, want je hebt transponders dus, een start-finish-lijn. Mm-hmm. Maar ik begrijp ook dat uiteindelijk gaan jullie gewoon allemaal tegelijk starten. En de, ja, snelste voorop, echt als Formule 1. Is, ja, dat is met de finale. Dan werk je niet met de transponders. Dat is gewoon, jawel, dat werkt ook met de transponders. Dit systeem gaat gewoon van 10 naar 0 aftellen. Dus dan, ja, okay, zegt hij 10, 9, 8, 7, 6. Ja. En dan stopt, bij 4 wordt hij stil. Ja. En dan sta je in je hoofd natuurlijk te tellen 3, 2, 1 en dan geeft hij een harde piep, ja, en dan gaat iedereen weg. Dan gaat iedereen weg. Maar dat is alleen bij de finale. Ja, goed, maar dan heb je dus een voordeeltje als je goed gereden hebt en staat vooraan. Ja, ja, absoluut. Position. En je wil niet in het midden staan, nee, daar rijden ze allemaal tegenaan, ja, altijd. Ja, de voorste hou je tegen, de achterste rij over je heen. Ja. Je kan best de voor of achteraan, ja, staan meestal. Maar dat valt ook op met deze buggetjes. Het is zo'n auto bestaat van 90% met band, hè? Ja. En die banden hebben maximaal grip, hè? Ja, en het bandje gaat zo om, dus jouw achterkant gaat omhoog, maar van de achterste die gaat omlaag. Dus het altijd, ja, dat zien we met Formule 1 ook wel eens, op twee banden elkaar raken. Pang! Ja. Dat wordt... Nou gaan ze niet zo snel vliegen, want, nee, in verhouding is dit vrij snel. Ja, ja. Maar ja, het gaat wel hard, het, ja, gaat boven de 60 km per uur. Ja. Ik zeg altijd, het is 1 op 8 maat. Dus in verhouding, ja, is de snelheid 480 km per, ja, uur. Ja, en dan zit ik nog vertellen op, hoezo Formule 1? Ja, maar ja, maar je raakt iets en je wordt gelijk vreselijk. Ja. Ik heb, weet je, op Zandvoort bijvoorbeeld, ja, dan kan je even tegen elkaar aanleunen. Ja. Letterlijk, dat doe je. Nou, als je hier tegen elkaar aanleunt, dan schiet je alle kanten op. Je wordt getorpedeerd, ja, joh. Het is bij de start echt zaak om heel voorzichtig, ja, te zijn. En overal vanaf. Ja, we starten hier, ja, zo meteen ook naar die heuvel achterin. Daar is altijd een grote hoop. Daar liggen er altijd 2, 3, 4 op elkaar. Waar dan start je hiervoor. Hiervoor, ja. Ja, dan gaan we daarna die grote heuvel daar achterin, ja, op. En dat is de daar wordt het een zootje. Daar wordt de mannen van de... Daar staan er meestal 2 banenzetters klaar om te vangen. Ja, ja, ja. Ja, en dan als je... Kijk, als je achterin start, slim. Niet te hard, niet een beetje, ja, ruimte houden. Dan kan je er omheen rijden. Ja. Ja. Ik probeer altijd omheen te rijden. Tussendoor. We starten à la Formule 1. Hè. We, ja, gaan, ja, dus de bak zijn eens gewijs. Ja. Ja. Maar goed, als daar de prominente, de favorieten zich al meteen in de hoek smeren, dan blijf ik wel even achter. En dan, ja, rijden ze omheen. Ja, probeer het. Ja, ja, dat is heel wat handiger. Ja. Dat is, en dat is ook met inhalen. Het is vrij smal en je raakt elkaar heel makkelijk. Dus, ja, wat je, kijk, bij Formule 1 kan je wachten op een kans. En dan zet je je auto ernaast. Ja. Hier wacht je eigenlijk op een fout van de ander. Ja. Gaan ze echt ruim, dan pak je de binnenlijn. Of maak ze een foutje, dan prik je er, ja, voorbij. Maar echt inhalen in de zin van DRS open en er voorbij, dat is er niet bij. Nee. Nee. Het is gewoon echt een fout afwachten. Ja. Ja. Het is natuurlijk een spelletje ergens vandaan. Het is een samenwerking tussen de rijders die er allemaal lopen, die moeten rijden. Ja, dat bedoel ik. Dat ze gewoon ook in de gaten houden wanneer ze moeten rijden. Serieus, dat ze dit programma, ja, weten. Want ik ben over een kwartier aan de beurt. Ik ga nu verpissen. Ik moet er zo staan. Als je, ja, je 3 keer om moet roepen, ja, dat er is iemand op de baan is, dan gaat het niet goed. Nee. Want dan red je het gewoon niet op de, nee, dag. En je hebt gewoon 5 minuten om te wisselen. Ja, dat betekent van ik heb gereden, ik loop naar beneden, is heel strak. Pak mijn auto, zet ik weg. Ja. En dan ga ik naar mijn banen zetten. En als iedereen dat zo gedisciplineerd doet, ja, dan staat iedereen al de volgende groep al te wachten. Dan, ja, dan, ja, loopt het. Dus als de baan leeg is, gaat de volgende, ja, groep gelijk, baan, ja, is weer open. En dan wacht de keuze wordt gewoon in het patroon gepropt. Ja. Want, ja, dit ding dicteert gewoon, ja. Ja, wat er gebeurt. Je hebt een minuut, ben je er niet. Ja, dan ben je de sjaak. Jammer jongen. Dan ben je de sjaak. Ja, jammer jongen. Ik ken hem stilzetten als het niet goed gaat, maar, ja, als het niet, heb ik dat hij gewoon doorloopt. Ja, want anders, ja, natuurlijk de jongens die op tijd zijn. Als je tijdens het wisselen moet, of tenminste tijdens niet, moet pauzeren, dan betekent dat daarna gaat hij het inhalen. Ja. Ja, want de volgende die start gewoon weer om, noem maar, ja, wat, 9:30. Ja, dus heb jij 2 minuten voor, hij gaat nog steeds om 9:30 starten. Ja, ja, dus de groep daarna moet dan rennen. Ja, en er kan natuurlijk iets gebeuren, je denkt, ja, ik kan moe, daar kan niks aan doen, dan kan je het even stilzetten, hè, als iemand, ja, zegt, jongens, we kunnen hem wel pauzeren. Ja, je, ja, moet een wieltje moet er even af, noem maar wat. Of, nee, als het in stuk gaat, dat is gewoon pech. Is jammer.
Oké, maar als er iets gebeurt wat helemaal buiten je schuld, ik bedoel... Ze raken elkaar wel eens en dan gaat er wat stuk. Ja. Dat hoort bij de sport. Ja, maar goed, jij kan ook bij de ander vandaan blijven, dat is wel. Ja. Maar het is zo dat, als je iets stuk rijdt, tijdens niet, daar wordt niet op gewacht. We gaan gewoon door. Nee. Wat je wel kan doen als je voor die pannen hebt en dat wil je herstellen, dan mag je 5 minuten uitstel aanvragen. Oké. En dan moet je ook vanuit de pitstraat starten. Ja. En dan moeten we wel even het schema. Ja. Dat doe ik dan inderdaad even herplannen. Ja. Maar dan doe ik 5 minuten extra. Je hebt natuurlijk schade, geloof ik, niet aan de race gerelateerd. Ja. Maar gewoon, ja, weet ik van de trouwens, gaat op jouw auto staan. Maar plots een bank kan. Inderdaad, je hebt een technisch probleem en je denkt, ik kan dat nog in 5 minuten fixen. Maar dan heb je 1 keer de kans om 5 minuten uitstel aan te vragen. Ja, maar goed, je zender die pakt die ontvanger niet even in één. Dus dit nou, weet je wel. Dat kan ook zo, Dan kun je aan de gang dan 5 minuten. Oké. Nee, dit is ook inderdaad, de laatste jaren is elektrisch populair geworden omdat gewoon de accu's krachtiger werden. Ja, en een elektro buggy is gewoon sneller dan een nitro. Ja, je hebt in één keer op koppel. Ja. Die lipo's zijn eigenlijk super licht voor wat er ingepropt kan worden. Die Brusselse motoren die zijn lomp en lompsterk. Tesla auto's, gewoon bizar. Je hebt instant koppel, draai hem open, het is een stoommachine, je hebt vol vermogen. En als je het akkertje leeg, dan klap je een nieuw akkertje in. En als je smiddags naar huis gaat, spoel je hem even schoon. En je zit niet met een auto die stinkt naar... Dat hadden wij vroeger, joh man. Ja, en zo'n auto weegt 3,5 kilo. En die motoren leveren ongeveer tussen de 3 en de 4 pk. Ja. Dus het is ook best wel snel, zeg maar. Ja. En je kunt ook de regelaars aan je computer hangen, helemaal inprogrammeren. Ja. Wat je nu ziet is dat ze zorgen dat ze wat minder koppel hebben. Zodat ze wat minder gaan glijden. Ja. Zodat ze wat zachter op het gas gaan. Op het gas leveren, En dat kan je hetzelfde doen natuurlijk met je rem. Je kan allerlei instellingen doen dat hij beter remt. Ja, dat had je natuurlijk daar niet mee vroeger. Je had zelfs schijfremmetjes. Ja, en Nitro heeft nog steeds schijfremmetjes inderdaad. Dan kan je wel op je zender nog wat instellen dat hij wat minder remdruk geeft. Veel minder mogelijk. Maar tegenwoordig hebben zenders ook ABS. Als je dan met een Nitro rijdt en jij remt vol, gaat je zender pakt het signaal over en dan gaat die pompen remmen. Dus dan heb je toch, ondanks dat je hem vol indrukt, dat hij niet vol remt. Wordt wel je remweg langer. Ik gebruikte dat wel eens met een natte baan. Dan had je het voordeel bij het remmen. Je houdt de sturing in. Uiteindelijk is het blijven rollen en niet gaan glijden. Nee, dat is de truc. Nee. Dat is nu moeilijk. Het is een mooi daarom, ze rijden door die sneeuw heen. Het is nu al een paar uurtjes verder. Ja, minder, hè? Ja, maar in het begin zag ik daar zo'n hele sproei van witte sneeuw omhoog. Ja, maar het grappige is dat er nu waarschijnlijk minder grip is. Vaak is het als het zeiknat is of met sneeuw, heb je meer grip dan wanneer het aan het opdrogen is. Ja, oké. En dan krijg je een omslagpunt, wat denk ik dit weekend niet gaan bereiken, dat we zeggen de baan is droog. Dat gaat niet zo. Nee, helemaal een andere band onder, hè? Ja, een droge baan ga je een andere band pakken. Ja. Ja, want nu hebben jullie, hoe heet die dingen, heeft een bepaalde naam, die gele met die hele kleine nopjes? Ja, je hebt mini-pins, die hebben hele kleine nopjes en we rijden nu met spirals, die hebben een iets langere, iets grovere nop. Spiral, En dan ook in een zachtere rubber. Ja, en nu is het inderdaad de truc van ook met de setup van je auto zorgen dat je grip krijgt. Ja. Dunnere olie, dunnere veren, slappere veren, dunnere stabies. Ja. Stand van je wielen aanpassen. En daarom zijn mensen nu aan het trainen. Dan kun je dat aanpassen en checken of het werkt. Ja, want deze baan is natuurlijk feitelijk een complete klutschaos van alles en nog wat. Van stukjes vlak tot enorme hobbels en dingen. En je moet een soort gemiddelde zoeken. Ja. Weet je, en hoeveel procent is vlak en hoeveel procent zitten er van die dingen en die rare balletjes. Oh, ik vroeg me nog even af. Dat kunstgras, is dat nou gelijmd helemaal? Nee, dat ligt gewoon los op de grond. Dat blijft gewoon liggen. Ja. Ik sta te kijken en dan zie je af en toe zo'n bandje over dat losse stukje heen gaan. Maar het beweegt voor geen meter. Nee, het is er gewoon omgelegd. Maar het is nu ook best wel nat. Ja, en het is best wel zwaar. Het is ook eigenlijk oud kunstgras wat van een hockeybaan af daar of iets dergelijks komt. Prima, tof. Dat voldoet voor ons perfect. Prima. Maar wij hebben in Zoetermeer hebben we toevallig begin van dit jaar alles opnieuw aangelegd. En dan rollen we gewoon 1000 kilo. Ja. Ja, en die zijn met de hand aan het uitrollen. Per rol. Zoals in een auto. Gemiddelde auto zo over zijn dak zo voor je uit. Ja, dus we leggen met een shovel leggen we een rol op zijn plek. En dan gaan we met 12 man erachter staan. En dan hopen we dat hij mooi rond is. Dan kan je hem redelijk duwen, maar als die ovaal is, moet je op dat dode punt. Nou, dan ben je aan het einde van de dag weer gezet. Helemaal gesloten, Volgens mij gaan ze hier ook nieuw kunstgas opleggen, want dit heeft wel zijn beste tijd gehad. Maakt toch niet uit?
Nee, ja, ik zeg ook altijd, het is onrood, het moet geen miljardlaken zijn. En dit wordt ook wel aangelegd met in de gedachte dat ook de auto's zoveel mogelijk heel moeten blijven. Ja. Kijk, er zitten wel her en der een curbstone en een bandje om, het, om te zorgen dat je netjes rijdt. Maar daarom worden ook die slangen gebruikt. Ja, die zijn flexibel. Kijk, je kan ook stoepbrand erin leggen. Ja, daar wordt het niet leuker van. Dus alles kapot. Je flyt alles krom. Dus het is ook wel beweegt, aangelegd met de gedachte ja, van je bent aan het racen en het moet zo blijven. Nou, je hebt eigenlijk overal wat je op het circuit hebt liggen ook. Bandenstapels en ja. Stro, dat is er. Ja. Ja, zodat de impact voor de chauffeur natuurlijk ja. Wordt gedempt. Maar in dit geval blijft je autootje langer gaan doen. Ja. Dus, op die manier. En dat is net begonnen dus. Ja. Hoe heet die winkel? RC's Min Stoorzwolle. RC Min? Min Stoorzwolle. Min? Streepje. Streepje. Ja. RC streepje Stoor. Zwolle. 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 Ja. Is het een plaatsje of? Ja, Zwolle is een plaatsje. Oké. Okay. Okay. En jullie doen auto's? Jij doet auto's? Jij doet het? Auto's, onderdelen, elektronica. Reparatie, elektronica, zenders, accu's, de lot. Oké, okay. En dit soort dingen, 1 op 8, 1 op 10? Ja, we hebben ook nu Truggy, nou dit is toevallig een Truggy, dus okay. Dat is ook wel heel leuk. En zelf rijd ik ook 1 op 8 de auto. Truggies, ja, we hebben net geleverd een Truggy is.
Ja, het is groter dan een buggy, ja, maar ja. Ik krijg ook een buggy. Een truck buggy. Dat is een monster truck buggy. Oké, okay, ben je deze aan het opbouwen nu? Ja, nog even snel voor de wedstrijd opbouwen. Vanmorgen? Ja. Nou, zo klaar toch? Ja. Door de hulp van de anderen wel. Oké. Wat heb je net gedaan? Je bent nou de motor aan het installeren. Ja. Kabeltjes. Net het stuur een beetje aangepast. Dus... voor deze baan? Ja, hij moest het nog maken, moest het nog afstellen. Ja. Okay. Dat stuur niet zo goed, dus even aanpassen. Je hebt er al mee gereden? Nee, kan je zo zien. Oh, zie zo. Oké. En de body ga je nog spuiten? Nou, nee hè? Dat was wel de bedoeling eigenlijk. Gewoon hier ook zo even. Ja, nee. Nee, dat was niet de bedoeling hier toe, maar uiteindelijk wel. Moet je maar een beetje bijsnijden als je er komt. Oké. Komt goed. Ja, ja, dan haal ze mijn transparant. Ja, als die elektronica maar een beetje schoonhoudt, weet je. Dat is natuurlijk nu het belangrijkste. Oké. Wat voor merk is dit? Dit is S-Works. Hoe? Zo. Dit is S-Works. S-Works. Mijn andere auto. Dan Kyozo. Ik heb er nooit Kyozo. Dat klinkt me bekend. Alright. Ja. Lipa's moeten er nog in. Wat komt hierin? Die grotes? 2x2S. 2x2S. Ja. Stiekem als in de oor fluistert aan die kant. Informanten moet je koesteren. Je hoeft niet alles zelf te weten. Als je maar weet wie het wel weet, toch? Ja. Ja, helemaal top. De wijze woorden van Jeffrey Halsema. Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent. Oké. Ja, dat is wel zo, ja. Adviseurs heb je nodig. Ja. De enige regel die er is met banen zetten, dat je op tijd op je plekje moet staan om de banen zetten. Ja, en verder... En dan komen ook vanaf morgen komen daar sancties op. Dat bij de eerste waarschuwing krijg je gewoon alleen een waarschuwing. Bij de tweede waarschuwing moet je na je heat moet je onderaan de stelling gaan staan. En moet je één voor één je excuses aanbieden aan alle rijders van die heat. Ja. En bij de derde waarschuwing moet je dat ook weer doen. Maar dan moet je niet alleen je excuses aanbieden, maar moet je ook een consumptie aanbieden. Oh, ik nog. Ja. Dus ga maar één keer fout. Dat zal ze leren. Even online dit. Kom maar online. Ja. Dit is Jacco. Die organiseerde de Buggy Cup in 1892. Toen de eerste elektrische motor net was uitgevonden. Houd erop in het vak. Sommigen zeggen ook wel dat Jacco al de Buggy Cup organiseerde voordat er buggies waren. Oké. Alvast. Ik ben nog geen 5 seconden binnen. Toon is weer gezet. De Flintstone Club. Meer vloeken, ja, wil nog meer. Meer vloeken. Meer. RTL Boulevard. Komt het daar ook? Ja, wat leuk zeg. 8 uur journaal. Ja. Oh, mooi. Deze heeft wel gereden, ooit. Ja, die heeft al wel gereden. Ja, alleen niet vandaag denk ik nog. Jawel, 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 vandaag al wel. Jawel, ja, 3 rondjes en toen hield de regelaar mee op. Ja, dan is het over. Ja. Dus je hebt er een nieuwe ingezet? Ja, dat hebben ze even voor mij gedaan. Ik ben niet zo goed in solderen. Dus. Oh, maar dat hoort er allemaal bij. Ja, er zijn mensen die kunnen dat heel goed en die... dan roep je even mijn regelaar en stop. Nou, dan je hebt mensen altijd, alle clubs die gewoon elkaar graag mee elkaar vooruit. We zagen het binnen dus. Ook, Jan ook. Ja. Nou, je moet toch die kabels erop solderen, weet je. Ja. Ja, dat moet je allemaal even weten. Goede hitte, goed spul. Ja, vooral een goede spul, dat is het belangrijkste. Dus. Dan gaat hij wel weer. Je gaat er zo weer rijden? Ja, ik wel. Ik ga even een klein beetje schroeven en dan ga ik dadelijk op mijn gemak toch even de baan leren kennen. Ja. De sneeuw is nou zo goed als weg. Dus. Gaat weg, hè, ja. Want dat we begonnen, dat we aankwamen, lag in die verste hoek, lag echt heel veel sneeuw. Ja. Dat was echt een hele sproei van die karretjes wat eraf kwam. De nieuwe toekomst staat hier, hè. Oké. Hij is helemaal gek van auto. Serieus? Mooi. Ja. 2 jaar gaat hij rijden. Leuk toch? Die jeugd moet je het hebben, hè? Ik heb een auto zo klaar staan voor hem. Oké. Okay. Maar hij is nog te klein. Hij kan. Hij is bezig, maar het komt toch wel. Zijn duim er niet bij. Ja. Alleen gas of alleen richting, maar niet alle twee tegelijk. Nee, jij hebt een. Ja. Ja. Moet het weer doen? Ja, hij moet het weer doen. Kom, opa gaat rijden. Denk ik bijna. Ja! Ja! Wij zijn allemaal klein. We moeten bij een moeder en de moeder. Ja, zo hard. Hier pakken. Hier. Ja, gaan we pakken.
Papa, ga maar naar de bank. Ja, dat is als je klein bent, hè. Dan moet je de bank uitgaan. Nee. Ja, hij moet even niet erop lopen. Oh, ja, kom, mama gaat meelopen. Moet ik vasthouden? Oké, okay, moet hem opzetten dan. Het is gewoon te zwaar. Tussen die blauwe en die rode. Bas, bas. Op dat ding gewoon. Dat kan ook, ja. Ah, hoi! Hier zitten ook mensen verscholen. Oh, hier! Het is, dank je. Het is lekker warm hier. Allemaal kabels op de grond. Ja, dat is voor het stroomvoorziening. Jezus, lekker warm. Het is hier, hè? Kijk, een wietpontage beginnen. Wat heb jij erin zitten, Joost? Die schoonbrekers? Wietolie. Nee, maar wat? Als het een brandweer gaat, dat maakt allemaal verschil. Want ja. Het verschil zit achter, ja. Voor, het ik allemaal niet. Ja. Want waar komen jullie vandaan? Dus het denk ik, wij komen uit Barendrecht, Rotterdam. Jullie reizen ook Nederland af, ja, naar Vianen, overal waar. Het Zoetermeer, overal waar. Dit zijn drie wedstrijden, begrijp ik, van de SNEFT Cup, ja, de Winter Cup. Ja, Winter Cup, drie wedstrijden. We hebben er alleen gereden op Zoetermeer. Nou rijden we er vandaag hierheen. En als goed is de volgende op Utrecht. Okidoo. En dat is dit jaar al allemaal? Ja, in februari. Ja. Nou, de eerste een beetje, ook, ja. Een beetje weersafhankelijk. Utrecht heeft al tot gauw een beetje moeilijkheden met nat. Hier ook, hoor. Ja, hier ook. Dus we zouden eventueel uit kunnen wijken en wijken uit naar Zoetermeer. Okay. Dat is de meest droge baan. Ja, ja, Purmerend ligt laag, hè? Ja, ja. Dus als we hier met z'n allen springen, dan golft zo die hele grond. Ja, serieus. Als er een vrachtwagen langs rijdt, dan zit het dus net als je op water staat. Op Zoetermeer zitten we op een voormalig korfbalveld en dat is sportveld. Okay. Dus heel goed gedraineerd. Ja, daar stroomt het water weg en die dus grond blijft hard. Het water is gauw weg. Ja, als het hard gaat, dan houdt het niks. Ja, nee, dan hebben we even zijn tijd nodig om door te zakken. Heel erg hard gaan. Maar als je hier nu door de polders rijdt, dan zie je gewoon het water staat aan het grasje. Dat is echt niet normaal. Gemalen zijn vol. Ja, dat merk je hier ook gewoon. Ja, yo, dit is ja allemaal... zo werkt dat. Ja, 1 op 8 is dit ook allemaal. 1 op 8, ja. Dit zijn ook truggies. Dit is de gewone versie, dat is een truggie. Oh ja, een truggie hebben we geleerd. Een truggie is gewoon een buggy, maar groter. Ja, een monster truck buggy. Ja, het zit hem voornamelijk in de draagarmen. Ja, de lengte van die, ja. Het breder op zijn wielen, het is gewoon grof uitgevoerd. Ja, het is ook allemaal voor de lol, weet je wel. Maar op een moment gaat, je wil wel winnen. Weet je, natuurlijk is het voor de lol. Het is voor de lol, maar... Maar wij gaan toch altijd, we proberen, ja dat is gek, maar we eigenlijk gaan het toch altijd voor de winst. Ja, maar serieus. Ja, probeer ik ook. Ja, dat we proberen allemaal, je hebt allemaal je eigen ding erin. Kijk, de ene kan beter rijden als de andere, dat is gewoon zo. Ja. Dat is het verkeer ook natuurlijk. En het verkeer zeker tegenwoordig als ik wel eens om me heen kijk. Ja. Maar het is, we gaan met een doel. Uiteindelijk, het hele club hier wil dat die auto, uiteindelijk... Het snelste is of die. Ja, maar of die. Of wat dan ook. Maar dat is wat je, waar je voor gaat. Daarom heb je zes. En het is ook niet één dag, maar zijn er gewoon hele weekend erbij. Ze zeggen WRC. Dus jullie hebben gewoon een hotelletje gepakt of zo. Ja, ik heb nog nooit gehad. Een hotel, ik blijf hier gewoon. Ik ga het niet heen en weer uit. Nee, natuurlijk niet. Zeker niet met dit weer. Ik zo een hotel slecht weer geweest en het doet er veel als ik ver weg zit. Het gaat ervan groeien. Dan mijn hotelletje boeken gewoon. Ja, het is uiteindelijk goedkoper, maar je slaapt er voor lekker. En, daarom, je kan even relaxen, want dat heb je echt wel nodig. Kijk, zeker als je rijdt, als zij morgen moet rijden. Maar als wij Bucky Cup rijden, nou rijden we de Winter Cup rijden we alleen Elektra. Maar als wij Bucky Cup rijden in de zomer, dat zijn er 7 die we rijden. En dan rijdt hij Elektra en Nitro. Ook nog, bij elkaar. Dan rijdt hij met 2 auto's. Ja, ja. Dan moet je, dan assisteer ik zelf ook, want hij springt van de ene auto op de andere. Ja. Zeg maar, dan gaat de andere gaat weer mee en schoongemaakt en nagekeken, accu eruit en dan de oplaaier en dat gaat constant door. En dan moet hij rijden ze kwalies en dan daarna de wedstrijd rijden. Dan moet je een beetje op elkaar ingespeeld zijn natuurlijk. Kwalies, dan heb je ook wel even je rust nodig. Ja, natuurlijk ja. En als je dan natuurlijk, als wij ver af zitten, je moet dan 1,5-2 uur nog in de auto gaan zitten om naar huis te rijden. En dan ben je gaar. Ja, niks nieuws. Nee, dan blijf je gewoon lekker. Ja, campertje, bed op de camper. Ja. En,
makkelijk. Ja, moet je ook niet te rijden. Weet je, nee, maar dus ik ben er gewoon een heel weekend. Je bent er eigenlijk een hele week mee bezig. Je bent er hele week voorbereidingen. Voorbereidingen, als je als tegen zit, kijk hier nou slecht weer, het is nat. Als tegen zit, moet hij van de week helemaal uit elkaar, hè? Ja, dat moet hij sowieso al. Dan moet hij helemaal schoongemaakt worden, hè? Nee, het is alles vast, hè? Er staat alles gewoon vast. Ja. Dus ook dat werk zit er ook aan vast, hè? Ja. Het is niet alleen dat ritje. Het is niet alleen dat rijden, hè? Nee. Dat is natuurlijk ook het fenomeen achter zo'n hobby ergens vandaan. Ja, maar dat is de lol. Je bent daar eigenlijk al de week mee bezig. De meeste mensen die dit doen, vinden sowieso de hele techniek alleen al gewoon gaaf. Alles wat er in een gewone auto zit en kan, zit hier ook in. Alles. Dat is een beetje technisch verhaal, dat klopt. Ja. Je moet goed met je handen kunnen werken. Ja. Maar je moet een technisch inzicht hebben. Ja. Als je dit verlengt, dat het wiel dan zo gaat staan. Ja. Of zo, weet je. En wat doet hij dan? Dan komt hij op een andere plek. Met de band op de grond, hè? Dus kom je buiten je KPI of binnen je KPI. De ene is er handiger in dan de andere. Ja, dat weet ik wel. Je moet een technisch driedimensionaal inzicht hebben. Ja. Want als je rijdt, je hebt dat ook wel. Als je rijdt, dan hoor je al wat er los is. Dan voer. Als je van de stelling afkomt, dan weet je al wat hij moet veranderen. Ja, dat heb je gelijk door. Je weet wat je doet en je ziet hoe die reageert. Dan denk je, nou, dan moet dat eens even anders. Dat even zus. Dat is een hele lol. Ja, dat is gewoon de lol van het rijden. Dat vinden we overal, hè? Dus naar auto's, maar we komen bij helikopters. Maar ook veel onder elkaar, hoor, in clubverband. Hoor. Ja, dat is toch leuk? In club, en zeker nieuwe rijders en zo, en weet ik al, nieuwe die erbij komen, weet je wel, dat is ook altijd leuk. Ja. En die worden ook onder elkaar veel geholpen in de club. Ja, maar dat is toch leuk? Worden wat betere rijders. Of die komen vragen, joh, hoe krijg je dit nou voor elkaar? Je moet zo afstellen of zus afstellen. Ja, maar weet je, het wiel is uitgevonden, letterlijk. Ja. Niet nog een keer doen, hè? En als je iemand iets ziet doen, of je komt met advies... Maar dan is het ook leuk om in clubverband te rijden, hè? Ja, tuurlijk. Dat is ook de kracht van een club, hè? Ja, je gaat een beetje kwekken, ouwe hoeren. En ik loop tegen dit probleem aan. Ja, dat heb ik ook gehad. Ik heb dit geprobeerd. Ja, daarom. Kijk, een voetbalelftal moet het ook met z'n elf doen. En bij de korfbal is het ook weer... Wij moeten het eigenlijk ook. Ja, met z'n allen. Je bent wel een individuele rijder, maar je bent toch eigenlijk een club bij elkaar. Om dingen te doen. Dat maakt het leuk. Normaal, hè? Dat is een heel belangrijk deel van. En dan ook nog winnen. En dan ook nog winnen. Ah, high five! Kijk, als we dan morgenavond hier weggaan naar het podium gestaan. Ja, dan heb je een trotse paard. Ja, dat is toch super? Ja, alles komt dan samen, hè? Alles valt op de goede plek en dan gaan we ook nog een podium plaatsen. Ja, wat ik er dan eigenlijk nog bij gaan doen ben natuurlijk, dat ik morgen omroeper ben. Ook nog, dat is toch leuk? Ja, dan start nu onze absolute favoriet, mijn zoon. Ja, maar dat doe ik dan niet, hoor. Prijs het dan... Dan is hij ook gewoon rijden. Eén van de groep, hij moet het zelf doen. Met zijn rechterhand, op links. Ja. Met je... Maar het is wel leuk om dan... Maar dan hebben jullie alles gedaan wat je kon doen. En dan up to you. Ja, maar ook voor de club. Ja, natuurlijk, ja. Dat is leuk. Kijk, normaal doen we dat voor onze thuisclub in Zoetermeer. Zoetermeer is onze thuisclub. Ja, taak is voor. Maar net als voor hier, hier hebben ze nou even niemand. En dan doet dat hier ook. Andere plekken ook. Ja. Maar dat doen we ook allemaal weer met elkaar. Ja, en als je dat kunt en het leuk vindt, dan weten ze dat. Leuk om te doen. Vraag Emma, hij doet dat zo even voor. Ja, je hebt ervaring. Geef een bezigheid. Ja, bezigheidstherapie. Mensen denken die hier ook wonen. Hé, is er die baan daar? Dat had ik trouwens ook. Ik woon 22 jaar permanent. Nee, maar dat hebben wij op Zoetermeer ook wel. In Rotterdam. Komen de mensen af, ik wist niet dat dat er was. Ja. Er wordt tegenwoordig wel ietsje meer publiciteit aangegeven, hoor. Wij proberen dat ook wel. Dat is natuurlijk voordeel van die social media. Daarom zitten wij er ook op. Ja. Om het gewoon te laten zien, dit is er. En als je die tent inloopt, dan zijn deze mensen hier dit aan het doen. Ja. En als je dat wil weten, dan vraag je. Het is ook leuk voor de jeugd en zo. Hè? Want daar zijn wij op Zoetermeer ook wel naar aan het kijken, hoor. Om de jeugd wat meer erbij te betrekken. De gemeente wil dat ook graag. Ja. Nou, Zoetermeer is de gemeente wat lastig, hoor. Ja, als er geld aankomt. Er zijn overal gemeentes. Dat is er wel overal. Nadat er een paar de laatste keer toen die drie geweest kijken zijn, zijn ze een beetje omgezwaaid. Ja. Dan zijn ze een beetje makker geworden. Ze zijn eigenlijk, dat is ook zoiets. Maar ze weten ook niet wat gemeenteraad bij je club betrekken. Ja, maar die want ze weten anders ook niet wat er gebeurt, hè. Ja, daar komen nou toch wel wat dingen uit dus ineens. Dus ze toch wel een beetje wakker geworden zijn. Ja. Dat ze niet zomaar denken dat wij zomaar een stelletje opgeschoten zijn die daar eens een beetje gek lopen doen op zo'n baan met zo'n auto. Zo ziet het niet. Nee, als je hier gewoon als gemeente tussen staat, je ziet wat er gebeurt. Zo.
Weet je wel, en daar, dan wordt er in Nenen wel een potje open. Ja, kijk eens bij die wedstrijd. Morgen zitten, ja, zitten we ook om 41 en 11, dik 50 rijders. Ja. En ik denk dat er 45 echte rijders zijn, ongeveer. En er zijn er bij die rijden dan ook in twee klassen. Ja, ja. Niet zoveel, een paar. Maar de laatste, 10, keer had, ja, de laatste keer hadden we over de 70 mensen op Zoetermeer, hè? Bij zo'n, ja, wedstrijd. Dat is een hoop, dat is toch leuk? Dat is veel, hoor. Maar als ze het niet weten, weet je, onbekend, nee, is onbemind, dat zeggen, nee, we, dat is echt gewoon zo. Dan komen natuurlijk ook weer andere dingen, dan heb je natuurlijk om allerlei veiligheidsregels te maken, ja, maar ook een stukje catering en weet, ja, ik allemaal niet. Ja, daar proberen we dan, ja, ook weer aan te doen. Daar hebben we dan soms ook de gemeente wel eens, ja, voor. Soms moet er ook echt iemand van de EHBO bij, ja, dat is allemaal zo. Ja, dus als je aan elkaar komt om andere dingen te maken. Dus, ja, en hier is het altijd, hier is het fijn, hier hebben ze een clubhuis. Dat, ja, is wel lekker, hè? Natuurlijk al je haaien binnen zitten als je koud hebt, ja. Er zit ook toiletgelegenheden en voorzieningen. Ja, middenin voor de camera. Goed. Oh, er wordt steeds harder gereden. Enorme. Er was toevallig iemand net helemaal uit Putten gekomen. En die kwam gewoon toch kijken. Hij zegt, ik vind dit zo ontzettend leuk. Hij zegt, ik zag het voorbij komen op Facebook. Hij zegt, ik ben toch wel bang om een nitro-auto aan te schaffen. Mm-hmm. En ik zeg, waar kom je nou vandaan? Ja, uit Putten. Niet echt om de hoek, hè? Dat is niet echt om de hoek, nee. Dus ja, mensen komen wel, ze komen best wel snel informatie vragen hier al. En ook dat je denkt, van, nou, dat je toch helemaal vanuit daar hier al heen komt rijden. Ja, onaangekondigd eigenlijk, ja, op de Bonnefoy. Ja. Ja, maar de mensen zijn gewoon heel erg de mensen zelf zijn gewoon heel erg vriendelijk hier komen. Ja. Maakt niet uit waar ze vandaan komen, maar... Ze komen ook graag. Ja, ja, dat snap ik. Ja, dat snap ik helemaal. Ja. Het is gewoon een hele leuke club. Ja, en ik, ja, natuurlijk ook nog een keer die treinen erbij. Ja. Het is weer een aparte met Che en boten. Ja, vliegtuigen. Wordt wel gevlogen. Nee, er wordt wel gebouwd. Vliegen doen ze in de Purmer-Noord. Dat is gewoon meer ruimte. Hier, ja, mag je gewoon niet op staan. Nee, wij vliegen zelf ook en dat doen we inderdaad in de Baansteen Noord. Ja. Dat terrein waar nu weer bijgebouwd wordt, daar, ja, ik vind het een ideale plek. Je hebt een paar van die asfaltwegen, ja, waar geen kip komt. Ja, motoren af en toe eventjes. Ja. Ja. Dus ja, het wordt wel steeds minder natuurlijk, want ze bouwen door. Maar ja, we vinden wel weer wat. We vinden het alweer een keertje. Ja, nou, tegen die tijd vinden we weer wat anders. Ja. Maar inderdaad, er zijn best wel veel takken mogelijk om hier uit te oefenen. Te doen, ja. En ja, met de treinenmensen ook. Het is gewoon allemaal... Overal heten die mensen treinenmensen. Treinenmensen, ja. De treinenmensen. Ja, treinenmensen. Ja, overal heten de treinenmensen. Ja, de treinenmensen. Ook een treineman nu, ja, in de kantine. Ja, dat hoorde ik net. Ja. Dus, ga jij, ja, nog rijden? Jij zegt, nee, ik ben een treinenmens. Ja, treinenmens. Ja. Nou, maar het is leuk, want ook hun ja, helpen de automensen ook. Zoals met een wedstrijd ook. Nou, ook in de kantine of ze helpen tafels klaarzetten. Dus het is wel allemaal. Het is wel eens anders geweest, maar okay, nu? Nu gaat het goed. Gewoon heel goed sfeer. Ja, leuk. Dat is leuk, ja. Ja. Dat hoorde ik ook van, ja, de mensen kwamen van verder weg daar zo. Ja. Ook hier natuurlijk, de hele weekend. En die zeggen ook, ja, dat gezamenlijke, gezellige en elkaar helpen is een heel essentieel deel ervan. Tuurlijk is het leuk als het goed gaat op die baan, maar gewoon al dat technische geklooi en een beetje slap houden hoeren. Dat is gewoon een belangrijk stuk van een vereniging. Daarom kom je samen. Zeker. En we komen wel op plekken waar mensen dan ook langs gaan. Die hebben geen eens een autootje. Nee. Die kan gaan gewoon hier in de kantine zitten en gaan even lekker. Komen kijken. Ja, of je nou in een kroeg gaat zitten of een biljartvereniging. Ja. Of je gaat hier zitten kijken. Klopt. Vinden ze genoeg? Ja, en dan staan ze ook echt tussen de menigte, hoor. En, ja, dan lekker meekijken. Ja. Dus dat even dan... weg van huis. Ja, even weg van huis. Ja. Wat anders doen. Ja, gezellig gewoon. Super gezellig hier. En ook. Sinds 1980, hè? Dat is best lang, hoor. Meer dan 40. Ja. Ja. Ja, en zo gaan we echt nog wel een aantal jaar door. Oh, dat, volgens mij groeit het gewoon. Ja. Maar wat is jouw betrekking met de club? Wat doe je? Ik ben de kantinejuf. Kantinebeheer van het gebouw. Treinmensen, kantinejuf. Ja, ik zorg dat iedereen te eten... krijgt en ik doe de inkopen en ik zorg ervoor dat mensen, ja, in de kantine staan. Dat dit gewoon draait, je maakt roosters en zorgt dat het hier gewoon loopt. En dan samen met mijn man doen we hier,
heel erg ver. Ja, gewoon, je bent nooit klaar, hè? Nee. Onderhoud, nee. Schilderen. Ja, de buitenbaan. De baan. Van de buitenbaan. Oké. Okay. Dus ja, je bent toch Facebook. Ja. Nou ja, al die computerdingen. Dus, ja, komt een hoop tijd. Ja. Komt, komt er nou een nieuwe baan? Ja. Oké. Okay. Ja. Dat willen we toch wel rond eind april. Ja, dat is een rap. Ja, ja, toch wel mee gaan starten. 21 januari hebben we de Buggy Cup. Dan komen ze hier rijden. En na 21 januari dan gaat, gaat het even dicht. En dan gaan we toch de hele baan toch leeg trekken. Ja, oh, dan werkt dus hopen we echt dat we genoeg mensen hebben. Ja, die heeft een handje die toch kan steken. Ja. Ja. Moet toch met groot materieel, dat til je niet even zo weg. Nee. Dat is hartstikke zwaar. Nee, ik hoorde dat van iemand anders hier vertellen. Ik had ook andere banen gegooid. Dat is zo'n mat weg een ton. Ja. Nou, zulke spierballen heb ik niet. Een ton, 1000 kilo. Dan liggen er 8 of 10. Ja. Weet je, half nat nog en een beetje in elkaar gaan zakken. Dat is net een dode olifant. Dan krijg je niet van zijn plek af. Nee. Dus dan moet je met z'n allen. Wordt de baan anders dan, ook meteen? Een andere indeling? Ja, ook. Er zijn al tekeningen gemaakt. Okay. En ook iemand van de club, Miro, die heeft de tekeningen gemaakt. Daarom op de computer. Eigenlijk alles is licht klaar. Ja. En dan moeten we nog het gras natuurlijk aan gaan schaffen. Ja. Dat gaat denk ik ook wel eerder gebeuren. En de rijderstelling, die willen we dan toch gaan plaatsen. Ja, ook. Als je de baan anders maakt, is er een betere plek voor die. Je moet ook uit elkaar. Ja, maar ook dat je er misschien nog een extra baan bij kan leggen. Oh, oké, okay. Dus beginners. Baan, of kinderbaan. Of nee, maar dan wordt de baan gewoon groter. Dus dan kan je er nog een baan extra naast. Oké. Okay. Ja, een extra rijstrook. Strook extra. Je kunt er niet meer uitbreiden. Nee, ik wou zeggen, je zit tegen de muren. Ja, dit is het. Hier moet je mee doen. Maar smaller maken, dat is niet handig natuurlijk. En ze moeten natuurlijk ook een bepaalde afmeting hebben, de baan. Ja, want jullie voldoen aan een aantal eisen, hè, waardoor mag je hier Europese kampioenschappen doen. Dat stond op de website, of was dat een oude baan? Nou, er wordt eigenlijk, ja. Nou, nu niet, nee, zeg niks. Nee, nee. Dat zegt meer dan dat je. Oké, volgende vraag. Ja. Oké. Okay. Nou, ik weet eigenlijk niet eens hoe groot, hoe breed de baan moet zijn. 4 meter. 4 meter. Ja. Ja. Als een Europese, dan moet je voldoen aan de EVRA-normen. Dus gewoon 4 meter moet er niet meer strook. Ja. Overal, minimaal 4. Ja, dus daar kom je niet meer aan. Nee. Maar ja, dan niet. Nee. Nou, we hebben hier ooit al een hele leuke cup gehad. Dat is Nederland, Duitsland, België geweest. En dat waren ook meerdere dagen. Ja, dat was gewoon fantastisch. Gezellig. Ja, een caravan race hebben we gehad. En, ja, die hopen we ook gewoon echt in het klein. Caravan race in het klein? Ja, dat is een... Net reed er eentje achteruit, hè? Net zo makkelijk als vooruit. Ja, je mag eigenlijk met wedstrijden natuurlijk niet achteruit rijden. Ja, dat begreep je. En gewoon even een demo te bekijken. Ik kan ook echt hard. Oké, hoor André van Duin helemaal op de achtergrond. Mijn gras. Dat was toch die tuinman. Ja. Nou ja, het is te hopen dat het ooit een gras is. Vanzelf. Morgenochtend weer vroeg op. Ja, want jullie zijn, gaat 9 uur weer morgen beginnen? Nee, wij zijn hier morgenochtend om 6 uur. Ja. Wow. Dan om 7 uur staan de eerste aan het rekken. Te rammelen, let me in. Ja, en dan om 8:15 is volgens mij de briefing. En om 9 uur gaan ze kwalificatie. Ja, 9 begint het rijden echt. Ja, dus dan... En dan komen er behoorlijk wat mensen. Dus dan is het wel heel gezellig. Ja, gewoon best. Ja. Thank you.
Thank you.